Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken. En Lays. UEFA Champions League sponsors. Meteen een bal tegen de paal. Is dat Dries Mertens die daar ineens vrij was? Oh lala, dat is schrikken. Tegen de paal, denk ik. Ja, en hij schrok er ook zelf een beetje van. Want hij raakte hem niet helemaal goed. Ik denk een beetje op de buitenkant van de schoen. Kijk, het is niet vol. Nee, nee. En dan raakt hij nog wel de paal. De buitenkant van de paal. Foutje alweer van Piqué, toch? Langley en de goal. Ja, dat zal hij deugd doen. Wat had hij daar veel vrijheid op deze goed getrapte corner. En overhoeks buiten bereik van David Ospina. En zo ineens 1-0. Suarez vindt hier Messi. Komt er een keer in actie. Een versnelling. Nou, met wat haperen is hij er toch door. En dan legt hem erin. Ongelooflijk. Lionel Messi. Laten we dat een dribbel met een klein gelukje noemen. Maar dan toch de luciditeit om hem gecontroleerd, beheerst in de verste hoek te duwen. En Setién weet in elk geval dat hij nog een weekje langer trainer is van Barcelona. Bijna mogen we dat toch stellen, want Napoli nu 2 doelpunten nodig. Zoals we dat straks al zagen, heel veel volk rond hem. Nu ook weer volk genoeg, maar niemand die echt doortastend ingreep. De verdienste natuurlijk voor hemzelf. Jong geeft mee met Alba. En Suarez. Nee, hij wil daar nog een penalty uitlokken. De Jong buitenkantje voet. Messi 3-0. Dat is wel. Oh, lala. We zijn er al klaar mee. Na minder dan een half uur spelen. Strikt genomen. Hij gaat het afkeuren, kijk. Man, toch. Ja. Dat is niet te doen. Dit slaat werkelijk nergens op. Dit is gewoon lachwekkend. Dat is met een vergrootglas. Lachwekkend. Ja. Ze zijn boos bij Barcelona. Messi getorpedeerd, vinden ze. Door deze Koulibaly. Ja. Of is het wel een overtreding? Dan is het, het is niet omdat het, eigenlijk omdat wel. Het onopzettelijk nee, is dat het, geen fout is. Nee, eigenlijk wel. Nu vindt hij het toch goed. Ja. Penalty dus voor Barcelona. Daar komt hij. Luis Suarez. Netjes. Voor de derde goal van vanavond. En zo gaat het uiteindelijk zoveel makkelijker voor Barcelona dan vooraf gedacht. Ruiz. Ah, misverstandje met Zielinski. We krijgen nog een penalty. Nou ja. Niet helemaal vergelijkbaar. Voor de goal van de hoop, net voor de rust. Voor Napoli. Insigne. Nou ja, ook hij scoort. 3-1. En daar, waar ze al bijna. Was Lozano. Ja, ja, dit zijn de momenten die moeten benut worden. Nee, want dan heb je ineens een spannende wedstrijd. Tuurlijk. Dan is het paniek bij Barça. Als je die tweede kan maken. Goed in de rug van Langley. Klein beetje achterover leunen, dus het was een moeilijk kop. Daar is Milik weer.
En dan moeten ze wel kort opzitten. Dat is wat Langley goed deed. Nog eens Politano. Die wil graag naar zijn linker. Met zijn tweede er naartoe. Ja, te steken. Ja. Was op de paal of op zijn voeten? Op zijn voeten. Ik dacht op de voeten, maar misschien de paal. Zou kunnen. Goeie bal van Politano. En dan vanuit een hele moeilijke en scherpe hoek. Insigne. Ja, tegen de paal. Deze wedstrijd werd u aangeboden door Heineken. En Lace. UEFA Champions League sponsors.